zouden met. Waarom ging jij van ons heen? Ik zeg de dames en heren, let u op. Het is het bekende verhaal van mij aan u. U trekt uw lering in de vermaak. Heren, en alleenstaande de heren, die gaan elkaar opzoeken bij een dansavond of zo. En dan gaan ze allemaal. Mannen zoeken vrouwen en vrouwen zoeken mannen. Ook al heb ik ook een vrouw, maar ondanks zoek ik nog. Ja, meneer, dat is een beetje de aard van beestjes. Kijk wat ze doen. Stilstaat in dat. Ja, je moet niet meer in de bed gaan, hè. Dat is gevaarlijk, dan weet je nooit waar het kind van is. Ik heb al een schouder, dat ze tegen mij zei, van, als er een komt, is die voor jou, hè. Ik doe het niet, je houdt hem maar. Je voelt hem op mijn rap op. Ja, maar dat is pas nog in de 70 jaar, maar als het nog komt, tegenwoordig geen niet meer. Ja. Heeft er nog iemand van u in Afrika geweest onlangs? Nee, dat is goed. Dat is gevaarlijk, dat is goed. Ja. In ieder geval, ik zeg altijd, je kunt tegenover die dansen ook gaan. Mannen staan aan de ene kant te zuipen, vrouwen staan aan de andere kant mooi te wezen. Dat gaat zo, gaat zo. En dan, mannen durven niet. Vrouwen zijn veel beter. Die vrouwen zijn fantastisch. Die maken zich op en zo dan dat je denkt, jezus, dat moet je zien. Oh. En dan, joh, die is ook wel willen. Dan zeggen ze tegen elkaar, die man, hè. Maar dan gaan ze er niet heen. Dat duurt eerst zuipen, als ze zat zijn, gaan ze erheen. Ja, dat hoef je niet meer te doen natuurlijk. Gezellig! Ja, dat zijn die mannen doen het helemaal verkeerd! Je moet naar Albert Heijn! Je moet naar Albert Heijn! Die kunnen, daar staan vrouwen overdag, niet s'avonds en s'nachts. Dat is helemaal niks. Overdag naar Albert Heijn kun je zo zien: een vrouw met een half pakje melk en die moet je hebben. Dus niet zes broden. Dat zijn ook vijf kinderen! En een half kopje sla. Dat is een vegetariër. Dus je kunt zo zien waar het is. U bent dit en dat en dat. En dan draai je om en zegt je: goh, wat vindt u gezond? En dan kijk je elkaar even aan en zo en probeer wat. Maar als man is dat een hele goede gelegenheid om een vrouw te leren kennen en dan met een gesprek te komen en dan gewoon uitnodigen en zeggen: zou je met mij die in het café daalt en eentje verder komen? Kort wil je drinken. 9 van de 10 zegt nog ja. Ja. En dan moet je vriendin, moet je niet bij hebben. En het liedje heet dan ook Bij jou. Dit liedje gaat dus over. Als je naar Albert Heijn gaat, en vaak is het zo, dan zie je elke keer dezelfde vrouw. Eén keer de week. Ja, iets weer. Ha. En die vrouw denkt dan: oh god, hij moet weer. Dus dat verschil, hè? Die man denkt: ah, hij heeft iets weer. En die vrouw denkt: oh, nee. Niet zo. De liedje, let op. Ik zou willen lopen met jou. Ik zou willen dromen met jou. Dat denk je allemaal, hè? Je nou het zijn. Als ik maar bij je kon zijn. Als ik maar bij je kon zijn. En zei ik: wie is die vent toch? Oude meneer, als ik het dorp in ga, dan is die daar weer. Hij kijkt mij heel lang aan en lacht dan naar mij. Ik draai mijn hoofd om en loop snel voorbij. Ik zit op mijn hurken, op zoek naar de augurken. Niet dat ik ze nodig heb. Ik heb haar zien komen
de vrouw van mijn dromen. Hoe kom ik tot hun gesprek? Och, wat denk je weer? Wie is die vent toch die jou nummer neer? Als ik het dorp in ga, dan is die daar weer. Ik kijk mij heel lang aan en lach dan naar mij. Ik draai mijn hoofd om en loop snel voorbij. Ik zou willen lopen met jou. Ik zou willen dromen met jou. Als ik maar bij je kon zijn. Als ik maar bij je kon zijn. Oud en grijs en volgens mij niet goed wijs. Oh, oud en grijs en volgens mij niet goed wijs. Oh, oud en grijs en volgens mij niet goed wijs. Oh,